Wat? Ik ben gewoon rustig aan het vissen, nou aan. Hé, hey, ik heb hem gevonden. What do you know? Gaan we nu elke aflevering beginnen met vissen? Ik zie daar een probleem in, maar misschien. Ik weet het niet. En het is leuk. Wat krijgen we eigenlijk? Great potions! Kijk, daar doen we het juist voor. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode 1.3. Ik ben er weer! Zelfde 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we bij de jungle geweest. Hebben we alle benodigde items gevonden. Als een zware ze, weet ik het allemaal nogal meer. Hebben we heel erg veel bij de hand items gevonden. En waren we er heel erg bij. Nou, we hebben in ieder geval heel veel bijstuff gevonden. En in deze aflevering ben ik van plan om hier een skybridge te maken. Misschien naar een bos toe te gaan, namelijk Skeletron. Maar het allerbelangrijkste, hier al het water weg te halen. En op een of andere vage manier wil dat niet echt werken. En ik weet niet waarom. Ik bedoel... Damn. Maar goed, ik weet dus niet waarom dat het water niet zo lekker door wil blijven stromen. Dus ik wil eerst eventjes dit hier gefixt hebben. Voordat ik iets anders ga doen. En don't worry, daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Tenzij dat ik een hele stomme fout maak. Net zoals het einde van de vorige aflevering. En dus weer een def bij zit te komen. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. En alle vis nog aan toe. En laten we kijken of ik dit kan fixen. Oké, het ziet er naar uit dat het water hier eindelijk gefixt is. En trouwens, er is hier dus ook weer een nieuw visueel. Oh nee, daar moet ik niet aan denken. We moeten Steve moeten we opofferen voor later. Nee, dat hoeft gelukkig nou nog niet, maar... Nee, maakt niet uit. In ieder geval, het visuele vind ik dus ook heel erg mooi. Dat je hier dus ook echt de golving ziet in de rand van, dat is echt heel erg mooi en leuk detail. Maar goed, daarvoor ben ik hier naartoe gegaan. We hebben de quest van de dag hebben we ook weer gedaan. Dit keer was het een jewelfish die we moesten vangen. Hartstikke leuk. Dus quest. En we hebben de Fisherman's Pocket Guy. Dat is een van de Fisherman items. Nice. Goed. Zoals ik al zei, in deze aflevering wil ik dus eigenlijk een beetje meer de sky gaan exploren. En misschien dat we nog tijd hebben voor onze Skeletron. Ook vind ik het wel even belangrijk om jullie te melden. Op het moment dat ik dus... Nou, ja, trouwens, dit moet ik hier eventjes bij. Hartstikke leuk. Waar wou ik nog weer met... Oh ja. De sky gaan wij extra exploren. Eerst nog heel eventjes via Gravitation Potions. Dus het is wel een stukje makkelijker. De Blade of Grass, die hebben we ondertussen al gemaakt. Dus ik kan ook weer terug de materialen doos in. Dus ik doe heel eventjes snel mijn inventory kleren. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ben ik helemaal vergeten? Mijn excuses. Ik zie jullie in een seconde. Nou, ondertussen zijn we dan hier op het Sky Island gekomen. En ik ben dus bezig met een Sky Bridge hier, zoals jullie dus zien. Omdat de vorige keer ben ik aan de onderkant van de wereld. Maar ja, ik zeg dus nu al de hele tijd van... Ik heb een trucje van Erik geleerd. Ik heb een trucje van Erik hier geleerd, daar geleerd, zus geleerd. Dus ik heb niemand minder hier ook even in deze aflevering ruimen dan... Erik! Onze fisherman. Nou, eigenlijk Mumee. Dus ja, vertel eventjes waarom dat de Skybridge zo awesome is. Dan ga ik heel eventjes kijken of ik nog een ander eilandje kan vinden. Nou, het hele grote voordeel van een Skybridge is... Het is een hele makkelijke manier om overal in jouw wereld terecht te komen op een vrij veilige manier. Dus het is ook best wel makkelijk te maken. Vooral als je bijvoorbeeld hout gebruikt en dan platforms. Want ja, bomen hakken gaat vrij snel. Platforms maken krijg je nog eens een dubbele hoeveelheid ervan. Het is ook direct een goede battle arena. Want je hebt direct een mooi vlak stuk om overheen te kunnen rennen. Het is haast voor alles wel perfect in het spel. En ja, hoe eerder je maakt, hoe makkelijker eigenlijk. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Nou ja, ik bedacht van, nou, ik wou een battle arena maken. En ja, wat is de beste plek om een battle arena te maken waar je het minste problemen met je vijanden hebt? Maar ja, in de lucht. Direct een vlak stuk. Je ziet bijvoorbeeld ook met de Eye of Cthulhu, als hij onder je zit,
beter gezegd, met afstand, wapens die je op afstand kan gebruiken, kun je hem zelfs aanvallen terwijl hij anders onder de grond had gezeten. Ja, het was gewoon de perfecte battle arena. En na verloop van tijd merkte ik, oh, daar is hij ook handig voor. Oh, en daar ook weer handig voor. Oh, zo kan ik nu ook bij de Sky Lakes komen. Ja, simpel. Dus, ja. Nou, bedankt voor die tip, sowieso. Wist je trouwens ook al, dat hoorde ik van, ik zeg het dan maar nog een keer in een aflevering, maar maakt het uit. Terra, extra promotie voor jou. Wist je dat je palmbomen kon krijgen als je seeds in de desert planten? Ja, dat wist ik. Zolang het zand was, dan krijg je palmbomen. Moet je het wel goed zeggen, hè? Zand! Juist! Zolang het zand is, dan, even de Twilight Princess referencen, dat waarom ook niet. Nee, maar ik, ondanks dat ik 700 euro op Terraria heb, ik leer iedere keer weer wat. Dus, Inderdaad. Dat blijft gewoon grappig, dus. Maar ja, ik ben nou dus op zoek naar de Sky Eilanden. Hopelijk dat ik dus de balloon nog kan vinden in verband met de cloud in de bottle, de horseshoe en de ballon. Die kunnen we dan samen mooi combineren. Dus ik ben nog steeds Shiny Magikarp. Dus ondertussen hebben we ook Jolteon erbij. Oeh, dat is leuk. Ik hoor geen reactie meer. Jolteon, vliegende Jolteon. Oh! Ah, ondersteboven kan hij niet! Flame! Ah. Terraria, dat valt me weer tegen van je. Hoppakee, even de tweede. Nou, het punt is dus nu ook, op dit moment, ik zie dus helemaal geen enkele Sky Island of iets in die trend. En dit is onze laatste Gravitation Potion, dus mochten we nou niks vinden, misschien dat we dus iets met de Skybridge kunnen vinden. Dat is dus weer het voordeel van zo'n Skybridge. Ook nog eens een keer. En het is hetzelfde met die pompoen, hè? Echt zo grappig goed dat ik dat vergeten ben. Nogmaals, sorry. Ze zijn zo handig, vooral in Expert Mode. En ik wou ze zeker in Expert Mode maken, maar het RPG-element viel mij aan. Nou, het probleem van Terraria is, er is zoveel in Terraria. Eigenlijk is dat geen probleem, dat is eigenlijk gewoon de reden waarom Terraria leuk is. Maar het zorgt er wel voor dat het moeilijker is om over alles na te denken tegelijkertijd. Heel veel die vragen mij al, hoe zit het nou met Minecraft? Komt Minecraft nog een keertje? En wat Erik dus, of Mumee zoals we hem kennen, wat hij dat dus eigenlijk benadrukt is, kijk een Sky Island. Nice. Ik ben blij dat ik een horseshoe had, anders was het weer een death geweest, maar. ja. Nee, maar wat hij daar dus echt mee probeert te zeggen ook is van, ja, wat ik bij Minecraft dus echt mis is de Star Fury. Die mis ik echt in Minecraft. Maar dan niet alleen. Wat ik dus ook enorm mis is gewoon, er is niks te doen. Ja, je kunt bouwen. Het is inderdaad Minecraft. Het is heel even leuk om te exploren, want het is een mooie wereld. En het is leuk om te bouwen, een klein beetje adventure, maar eigenlijk is heel weinig doel waar je naartoe kan werken. En Terraria, je hebt de ene baas verslagen en het volgende evenement start. Het volgende evenement heb je gehaald en je hebt weer toegang tot verschillende bazen. Even later kom je in een, lijkt je wereld niet eens meer hetzelfde. Hoeveel er verandert. Spoilers! Ja, daarom zeg ik het heel even heel abstract. Voor degenen die nog niet heel erg bekend zijn met Terraria. Maar het gaat nog een hele leuke wending maken. Ja, en het allerleukste is dan ook nog eens een keertje van, bij wijze van spreken, je speelt voor het eerst in normal mode. Ik noem het maar iets. Je speelt voor het eerst in normal mode. Je hebt zoiets van, hey kijk, een water eilandje. Ding. Maar je speelt eerst gewoon normal. Je speelt niet expert zoals deze Let's Play opgebaseerd is. Voor de mensen die het willen weten, mijn eerste Let's Play die ik van Terraria heb gemaakt was 1.2.4. Ondertussen is dit geüpdate naar 1.3.3. Maar was voornamelijk gefocust op 1.3. Nou, wat is er dus nou zo nieuw in 1.3? Er zijn weer nieuwe bazen bijgekomen. Er zijn weer nieuwe dingen bijgekomen. Nieuwe items. Nieuwe manier van spelen. Nieuwe wapens. Noem maar op. Echt heel veel nieuwe dingen zijn er dus bijgekomen. En als je dat dan helemaal uit hebt gespeeld, dat je echt alles hebt, dan kun je Expert Mode starten. En dat is weer een heel ander verhaal. Ik moet heel eerlijk bekennen, op het moment dat ik was gestart met Terraria,
En 1.2.4, ik was er helemaal klaar mee na een tijdje. Ik had alles gedaan. Ik had class voor de grap gedaan. Dat ik één class zou volgen. Noem maar op. Niet allemaal voor opnames, maar gewoon een vrije tijdsbesteding. Want ik vond Terraria echt leuk. Zo kom ik ook aan zo belachelijk veel uur op Terraria. Maar nu dat 1.3 dus is uitgekomen, speel ik het weer veel te vaak. Dus... En dat vind ik zo mooi aan Terraria. Het houdt niet op. Het blijft gewoon... Je hebt het ene, wat Erik net al zei... Je hebt het ene gehaald en het andere, dat komt gewoon weer. Dus, en... Is het niet uitdagend genoeg? Hoppakee, dan maak je je eigen uitdaging. Ja, dat hebben we aardig gemerkt met een ding dat we niet opnemen. Die we samen doen, samen met ook een paar anderen. Hardcore, ja, in Terraria. Nou, oké. Okay. To be fair. Even wacht, dan moet ik even op inhaken. To be fair, we hebben het maar naar mediumcore gemaakt. Ja, want het was zo moeilijk. Hardcore wil namelijk zeggen, op het moment dat je doodgaat, dat je dus echt je karakter ook dood is. Dus dan moet je een nieuw karakter maken. Dus wij hadden de grap van, dan krijg je de eerste en de tweede en de derde. Maar ja, het nadeel was, na een tijdje krijg je dan het probleem tot als je in hard mode zit. En je gaat dus dood, je hebt een nieuw karakter. Dus je zit weer op 1 HP, of op 100 HP. Je moet weer de hartjes gaan zoeken. Ja, en dat is gewoon niet te doen op hardcore. Dus nee. Vandaar dat we hebben besloten van, we gaan gewoon naar mediumcore. In ieder geval, ik ben dus nou rustig even bezig met de Skybridge. Nee. En. Note to self. Gooi die draadloze rotzooi eruit. En ga voor een gedraden toetsenbord en gedraden muis. Want hier word ik chagrijnig van. In ieder geval, jongens, ik heel even. Oh, ik ben dood aan het gaan zelfs. Oeps. Omdat mijn muis niet wil werken, hè? Help graag, dank je. Goed. Ik neem wel even naar voren tenzij dat er iets gebeurt. Oké, ik heb heel eventjes de building potions erbij gepakt en dat heb ik voor een reden even gedaan. Sowieso namelijk, deze beesten die zijn super irritant en hebben heel erg veel health en komen met nogal veel man. En ondanks dat we al, en ik weet niet hoe sterk armor hebben, nog steeds worden we zwaar hard gepoond door die beesten. Gebruik je een building potion, dan plaats je de blokken veel sneller. En Flareon, bescherm mij! Flareon, de ene keer schiet je echt 26 keer achter elkaar en nu heb je echt zoiets van... Ja, doe maar rustig aan. En tip bij het maken van een brug, want zo te zien gebruik je het nu niet. Gebruik die autobuild ding met kapslok, dacht ik dat het was. Of het was ja, dat klopt. Hé, hey, wacht, ik heb weer... Dus! Ja, ik dacht kapslok met dat... Oh, dat werkt ook nog, ja. Ja, dan kun je veel verder vooruit richten en... Ja, maar dan krijg je dus trapjes. Zolang je je muis recht houdt, geen probleem. Oké. Okay. Je hield heel veel je muis te hoog. Harpies! Kill them! Murder them! Kijk, Eevee. Als hij gewoon probeert mee te redden. Ja, dan kun je wel een leuke opmerking op zetten. Eevee die dan zegt, wow, Jolteon is snel. Ah, ik dacht dat ik deze zet vooral ook een gooien. Oh. Stairway to heaven. Hé, hey, als we vliegende eilandjes kunnen hebben, dan kan dit ook. Hier hoeft niet geplant te worden. Mooi. Hakken. Greenpeace, niet nodig. Gooi je dit in een aflevering? Ja. Ik zit echt op de debatten, jongens. Waar gooi ik het wel in, waar gooi ik het niet in? Ik heb ook geen flauw idee hoe lang deze aflevering gaat worden, want de timer daar schiet gewoon niet op. Ik kan jullie wel vertellen, ondertussen is de Skybridge al behoorlijk lang. Ja. Oh ja, nee, ik is er ook nog bij. Je kan de map laten zien, want het is bijna tot zover je nu ja, zit. Moet hout hakken! Sorry. Die reference moest ik een keer maken. Wacht even, hier is de oceaan al. Wow, je bent echt ver. Yep.
Het nadeel is wel van echt, s'avonds dan doe je gewoon de fishing quest. Trouwens, ik heb de fishing quest al gedaan. We moesten een dynamietvis vangen en die heb ik al gevangen omdat er kon gewoon een Mimes huisje. Het probleem is, ik heb het nou ook al gelijk met Mimes erover gehad van ja, eigenlijk gewoon weer voor fun zouden we weer een keer samen gewoon een expert wereld moeten doen. Inderdaad. Maar ja, daar hebben jullie weinig aan die informatie, want hier heb je jullie expert al. Je hebt dus. Ach, waarom ook niet? Ga ik het gelijk even mee. Ja, het ligt er toch. Ja, daarom. De desert die ziet er nou eigenlijk een beetje meer uit als een oase dan een desert. Dat is eigenlijk ook wel grappig. Alleen ik heb ze nog steeds niet de sandstorm of iets kunnen laten zien, want ik ben er niet tegengekomen. Dus dat is wel jammer. Dat ziet er ook heel mooi uit. Wel, er zijn nieuwe visuele dingen te zien. Bijvoorbeeld als... hoe heet het? Hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Warmte. Warmtebronnen. Lava. Golven. Hittegolven. Dat is er nou tegenwoordig. In ieder geval, hier kunnen we dus zien... deze hele rit. Jolteon is er een hele grote fan van, want die kan er lekker rennen. En dan hebben we hier een trapje. Ja. Zou even inzoomen, dan zien jullie het ietsje beter. Direct vanuit de dungeon. Dus ja, als we inderdaad vandaag Skeletron gaan verslaan... dan hebben we wel gelijk een rits naar boven toe. Ik doe nog heel eventjes naar boven. Want hier op de grond was gewoon even lachen. Daar hoor je er gewoon bij. Maar ik doe nog heel eventjes boven nog heel even de rits wat groter maken. Dan gaan we met een ander experiment. En dat is namelijk... speel met hard vuur. Pleur het neer. Regeneration. Elke keer op keer. Heartland turns. Horen erbij. Het is een battle arena. Het maakt ons weer blij. Of iets in die trend. Ik weet niet waarom ik in één keer Indiana Jones deuntje. Ja, want eigenlijk ben je nu niet echt meer aan het exploren waar het wat meer bij past. Hé, hey, kijk! Oké, dames en heren, onze meisjes. Welkom bij de hoogste verdieping op verdieping 902. Als u nu naar links kijkt, dan ziet u rechts niks. En als u naar rechts kijkt, dan ziet u links niks. Een heleboel emptiness en een zon. Ik ga even verder bouwen, jongens. Sterker nog, er staat hier bijna geen boom meer. Oh, hier staan er nog zat. Timber! Ik heb het wel gehaald. Moet je op de beademing? Hè? Nee, dat doe ik zelf wel. Het is geen open botbreuk. Wow, oké! Dat heb ik eigenlijk nog in één keer gezien. Dit is de tweede keer deze opname al. Oké. Gewoon in één keer puff. Ik heb een boom zien groeien eigenlijk. Gewoon in één keer puff. Die groeien ook niet, dat is gewoon in één keer puff, boom. Wel leuk effect dat de bladeren dan afvallen. Ik vind het creepy. Ik vind het leuk. Ik vind het creepy. En ik vind het leuk. Ik vind het creepy. En ik vind het leuk. Sorry, Eevee. Damn, dan moet dit stukje ook weer in de video. Ik geef mijn eigen toekomstige ik echt gewoon dat ik dit gewoon helemaal... door een opname van dik dadelijk 2 uur helemaal af moet gaan kijken om te kijken van... goh, wat gebeurt er nou wel? Wat gebeurt er nou niet? Maar ja, zoals jullie weten, ik vind het oh zo leuk om te... Een giant harpy fab. Ik vind het zo leuk om te editen. Oh, mijn toekomstige ik die haat mij nu zo hard. Ah, deze bomen die konden we trouwens ook gewoon gebruiken. Als we er een plateautje maar van maken. Tenminste, dat zei onze Wikipedia. Inderdaad. Editor, ik vind op zijn minst dat als Erik nou eens gaat uitleggen tot die fisherman grap er ook weer even een keer in moet. Oeh. Tenminste. Gecondoleerd, toekomstig jij. Ik heb ook geen flauw idee waar we over aan het praten zijn, Eevee. Dus, ziet een beetje als je espion, vriend, familie, iets. Geval. Weet ik veel. Waar hadden we het ook weer over? Hele goede vraag.
Over ik zeg juist, binnen deze hele aflevering al niks anders dan dat een plateautje aan het neerzetten en hout aan het hakken. Pretty much. Het is expert, je moet juist heel erg voorzichtig wezen met alles wat je doet. Zeker als we dus op het punt komen van... Ja. En wees blij, hij gaat al niet zo ver als ik in mijn expertwereld gedaan heb. Wie zegt dat? Ben jij dan van plan een dubbele skybridge te maken? Nee, want de Blood Moon is rising. Dat is een goed excuus. En geloof me, tijdens de Blood Moon willen wij absoluut niet gaan beginnen. Hier vier stuk zeg. Dan ga ik absoluut niet beginnen aan die skybridge. Nee, kortom, editor, ik zou je heel eventjes na de Blood Moon, of er moet iets boeiend spannen, maar dat onthoud je wel, hoop ik voor je. Maar na de Blood Moon, ja, mag je weer terugkomen. Na. Niet vergeten, laat ons nog heel eventjes zien trouwens wat we uit dingen komen, wat uit de Fish Quest komt. Dat moet je ook nog even laten zien. Maar voor de rest knip alles maar weg, denk ik. Misschien. Maar misschien ook niet. Volgens mij, ja, sowieso, je hebt genoeg hout om die brug volledig af te maken. Nou, het punt is, moet ik dit niet vergeten. Oh, we hebben een fisherman's hoed. Dat is wel handig. Kunnen we eruit zien als fisherman? Nou ja, die gaat gelijk even in de fisherman's kistje. Ja, edit het niet vergeten, dat er nog bij. Ja, ja dat er nog bij. Je kan het watertje best wel makkelijk iets groter maken. Het is namelijk, het water moet recht van het bovenste oppervlakte naar beneden kunnen. Dus als je dat inderdaad opschoont en aan de rechterkant, dan is hij al officieel al een heel stuk groter geworden. Oké, pap. Dat moment dat je vislessen krijgt van Mumee. Privéles zelfs. En op dat moment vang je niks meer. Nee, sorry. Kijk, Armored Cavefish. Ja, nee, het was zo mooi zo lang stil. Oh, ik kreeg een geluidje erbij. Ja, zo gaat het heel vaak ook gewoon echt als ik niet aan het opnemen ben, jongens, echt. Yep. Magikarp, kom eruit. Oh, zie. Magikarp en gelijk. Huppakee. Ik ben toch de shiny Magikarp nou? Ja, maar er zitten ook andere Magikarps. Ja, het is Planet of the Carps, dus... Maar kijk, ik heb je tips gegeven. Oké, het duurde iets langer, maar je kreeg een Armored Cavefish, je kreeg een kreet. En je kreeg de vis die aan het zoeken was. Weet wel. Fun! Ja! Alleen is dit wel even met één klein probleempje. Nou hebben we de Star Fury. Die we niet meer nodig hebben. Wops. Nou, weet je wat? Ik zal hem al even in de wapens gooien. Dat is tenminste nog even. Net zoals deze, die komt in een item frame en zo. Waarom niet? Nou, in principe, hij is nu inderdaad niet meer heel handig, maar... Over een tijdje, wanneer je de jungle weer induikt, dan kan hij weer handig worden. Hoezo zou hij daar dan weer handig zijn? Nou, om het laatste beetje health erbij te kunnen krijgen. Oh, je bedoelt met... dan kun je toch met de spoilers! Dan kun je toch beter de spelankenpotion gebruiken? Nou ja, dat kan je ook gebruiken inderdaad. Dat bedoel ik maar. Ja, je kan nu al gewoon een mooie trap maken. Nou, dan moeten we dus helemaal naar 900 weer toe. Wat leuk. Yep. Dus, editor! Niks knippen, fast forward! Krijg je nou in één keer een editbalkje te zien met een zagrijnige zeep? Jullie bekijken het maar, ik verfast voor niks. Oh mijn god, het doet het nog ook! Oh mijn god! Oh, toekomstige gek, ik serieus, man! Sorry. Dat moment dat je zo eenzaam bent dat je gewoon een discussie hebt met jezelf. En dan ben ik nog wel in kalme iemand anders. Het is echt... Ik weet niet hoe dat komt, jongens.
Laten we het gewoon zeggen. Jongens, ik zou zeggen, laat een vriendelijk berichtje achter. Hij heeft het nodig. Ik ben gewoon een raar kereltje, hou het daar maar op. Deze aflevering echt is gewoon heel... Deze aflevering is gewoon raar. Dat is ook de titel. Deze aflevering is gewoon raar. Maar degene die op de comment van de dag gaat komen niet. Die is awesome. Ja. Want het is ook het huisje van de awesome comments. Inderdaad. Ondertussen wordt er dus niks geknipt omdat de editor heeft zoiets van screw it. En je bent er al bijna. Nee, ik ben er. Nee. Jawel. Nu ben je er. Dat zeg ik ben er. Dus, goed, nou moeten we dus zoveel mogelijk haardvuurtjes gaan bouwen. Nou, gelukkig kunnen we het woed weer terugzetten. Hierin. En... gelukkig heb ik genoeg voor toortjes. Inderdaad. Oh ja, je hebt heel veel gel. Laten we eens kijken hoeveel dat we met 31 komen. Nou, Mimi, jij had hier een trucje voor, gehoord, zelfs niet. Ja. In principe, zolang er een haard in het beeld staat, heb je hoe dan ook het effect ervan, zelfs wanneer je iets uitgezoomd bent. Je zit iets ingezoomd vanwege de resoluties, zodat de kijkers het mooi kunnen zien. Dus het zal iets meer tijd nodig hebben, maar ik denk ongeveer om de 3 seconden een haartje plaatsen, dat goed uitkomt. Ja, maar is het dan 1 seconde plaatsen op het moment dat het uit het zicht is, of als je hem net geplaatst hebt? Oh nee, ze staan nu nog heel erg in de buurt van elkaar. Ze kunnen dus verder van elkaar weg staan. Dus als ze uit het zicht zijn, dus? Ja. 1, 2, 3. Plaats. 1, ik denk dat dat 2, een goede verkleding is. 1, 2, 3. En daar ben je al. Laatste net niet geplaatst. Net niet! Jongens, we gaan snel eventjes beginnen, want we moeten met de voorbereiding gaan beginnen. En het is al bijna avond en ik wil zeker nou die aanval... we willen het zeker gaan doen nu, dus... het is tijd voor Skeletron. Dus wij hebben onze buffs nodig. Arrows... die koop ik er nog heel erg veel bij, want we gaan het helemaal met de bijen-approach doen. Oeh. Even kijken, we hebben de potions. We hebben een swiftness potion hebben we nodig. We hebben onze pumpkin pie hebben we nodig. We hebben een iron skin potion, regeneration potion. We moeten heel eventjes nog een potion maken, namelijk de defense skin potion. Een hunter potion, nee, archery potions hebben we nodig. Dan hebben we onze vis nodig. Vis. Mumee. De armored cavefish hebben we nodig. Potion ingrediënten, we hebben water nodig. En dan moet ik heel even kijken welke we nog meer nodig hadden. Want we kunnen hem binnen 4 of 5 minuten wel neerhalen. Dus ook al is het dadelijk middernacht, dat maakt niet echt zoveel uit. Oké. Armored cavefish, wat hadden we nodig? Blinkroot. Oké, we hebben Blinkroot nodig. Flareon Sikkim. Ook al regent het, dat maakt niet uit. Ga weg. Blinkroot, dat is bij de potion ingrediënten. Blinkroot hebben we nodig. Mooi. Oké, we hebben nog niet echt de accessoires om dus goedkoop potions te maken. Maar dat maakt niet uit, dat komt nog wel. Dus we maken er gelijk 5, dat is alleen maar gunstig. Oké, de potions die hebben we. Nou nog alleen eventjes ervoor zorgen dat wij onze equipment er helemaal goed voor hebben. Voornamelijk dus de... ja... de pijlen die we nou nodig gaan hebben. Ja. Dus dan praten we heel eventjes met deze gast hier. Dan kunnen we gelijk eventjes de pijlen kopen. Wilbur! Geef me pijlen, verdorie! Zo. 2 stacks moet meer dan genoeg zijn. Ja. En anders hebben we nog altijd een mini shark die we kunnen gebruiken. Eventjes ons geld even wegstoppen. Hebben we weer een platinum coin ondertussen. En nu zo snel mogelijk richting de dungeon... en dan denk ik dat we het wel gaan redden. Dit gaat heel erg spannend worden, dus... Skeletron! Oké, editor, als we bij de dungeon zijn. Ja, probeer een beetje te helpen. Die ligt waarschijnlijk te slapen nu. Die heeft zoiets van screw it.
video edit zichzelf maken. Al vind ik het eerlijk gezegd knap als je het gaat redden, want ik had zoveel moeite met Skeletron. Ik weet uiteindelijk wel een manier hoe het prettig is om hem te bevechten. Edit het, laat het er maar in, want dan krijg je Erik's ervaring. Ja? Ja. Zelf had ik enorm moeite met Skeletron te bevechten. Ik ga er ook heel even op in. Skeletron staat bekend als een van de moeilijkste bazen van Terraria Expert. Ja. Dat is echt een hele lastige grens om hem overheen te komen. Onder andere omdat na andere bazen, als je dingen ervan verslaat, dan krijg je nog af en toe hartjes waardoor je leven weer omhoog gaat. Skeletron, dat is gewoon één lang gevecht waarbij je nauwelijks opnieuw leven krijgt. En het laatste deel van het gevecht, dan doet hij een aanval die is heel lastig om te overleven. Uiteindelijk heb ik gemerkt dat ik kon hem alleen maar bevechten op een skybridge met een gedeeltelijke dak erboven. Om een van zijn aanvallen tegen te houden, want ik miste iedere keer wanneer ik moest ontwijken. En dat was de manier om ervoor te zorgen dat ik minder hoefde te ontwijken. Dus ja. Nou, ik ben zelf eigenlijk een beetje van mening tot de beste truc om hem te verslaan is om eerst zijn handen uit te schakelen. Dat is in Expert gewoon een must. Ja. Hij heeft namelijk een... Even wachten, want we gaan hem oproepen gelijk. Elke seconde telt. Ja. Kom op. Dan hou ik je nu geconcentreerd. Oké, Bebs... Oh! Dat is niet handig dit. No. Ren. Oké, nu zit je goed. Go, bees! Sick him! Nou, dit hoi, hij is snel. Ja, hij is heel snel. Dat is het probleem. Oké, één van de handen hebben we al bijna neer zelfs. De bijen werken best wel goed. Daarom, bijen die zijn heel erg handig, want die blijven namelijk ook bij hem. Het enige verkeerde is, we gaan rennen een beetje de verkeerde kant op. Je moet je kijken op de bijen! Nou, het punt van de bijen is wel, dan moet je vaak genoeg heen en weer lopen. Want de bijen die kunnen, Skeletron die kan jou bijhouden. Maar de bijen kunnen niet jou bijhouden, dus... Haha, ze kunnen ons... Oh, dit doet pijn. Dan... Oh, en dit is een gevaarlijke aanval. Die aanval van hem wanneer hij zijn hoofd aan het draaien is, die heeft iedere keer mij het leven. Oké, even zijn handen is neer. Kom goed. Op, Jotun, blijf rennen. Oké, zijn handen zijn neer. Oké, nou krijg je dus die skeletons die hij schiet. Ja. Oké, Jotun, keer terug. Nou moeten we mobiel zijn. Hier kan je je dus voor beschermen door een plafond boven je skybridge te maken. Oh boy. Kom op, help. Op 8 seconden. 7, 6. Niet genoeg tijd om te healen. Jongens, ik probeer het nog één keertje, maar dan moeten we wachten tot de volgende dag. Dus ik zie jullie in een seconde. In Expert. Ah, kom op, ik drukte op H! Ik zat ook niet op te letten op je health. Ik drukte op H, for fuck's sake! Oh ja, en een Goblin Invasion die kwam langs, wat leuk. Ship in the bottle. Hey! De ship in de bottle, die wil ik zeker wel ergens even plaatsen, hoor. Ja, een leuke decoratie. Ik vraag me af, waar zou ik die plaatsen? Nou, natuurlijk is het wel erg belangrijk dat we bij, eventjes bij Palmwood... ...heel eventjes nog wel een stoeltje tot de fisherman al wel kan verhuizen naar het fishermanshuisje. Ja. Dus eventjes een Palmwood tafeltje maken. En een Palmwood stoeltje. Even kijken, waar staat die? Palmwood chair. Het ziet eruit als een beker, maar dat maakt niet uit.
En hadden wij al die lanterns gemaakt? Volgens mij nog niet. Maar ik vind een lamp vind ik leuker van palmwood. Ja, ja. Die kun je namelijk gewoon op de grond zetten. Ik denk dat we het daar wel even bij houden. En ook die landen er heb ik ook eentje hangen. Yep. Het is gewoon heel gunstig om er een te hebben. En de Fisherman Mumee. Ja, de Fisherman is naar jou vernoemd. Yep. Die woont nu hier. Dat is een mooi plekje. En oh, natuurlijk. Ik ga wel het bovenstuk af ooit een keer zien, maar mooi plekje. Dat komt ook wel, voordat we de hard mode ingaan. Maar het is wel tot er nou nog eventjes extra items nog komen, extra decoratie. En natuurlijk heel veel piano's. Oh, oh. Ik weet niet hoeveel de dungeon ondertussen wel niet heeft. Voor mij mag je het helemaal volgooien met piano's. Notitie. 1, piano. En dat zegt, er wordt heel veel gepraat. Skip maar weer verder naar poging 2. Dus het wordt wel een hele lange aflevering. Voordat we dat trouwens gaan doen, eerst even een sign ophangen. We doen alvast eventjes de wall of comments, want we moeten nou toch wachten. Dus wacht nog maar heel even met knippen. Ja? Ik weet het, het klinkt maf, jongens. Ik zet heel eventjes de volgende comment klaar. De goldfishjes komen al aangelopen. In ieder geval, de comment van de dag, die komt van The Lost Skull Kid. En die had geschreven op aflevering 8. Stevie, de pro-editor in actie. Met hulp van Evie en Steve. En toch een leuke aflevering. Anders, maar niet minder tof. Jongens, echt enorm bedankt voor de complimenten van het editen. Het is gewoon puur improvisatie en alles. En ik wil toch... Het probleem met Terraria is van... Ja, soms is het heel erg moeilijk om daar inderdaad wel een beetje de audiocommentaar in te vinden. Of van hoe ga ik sommige dingen toch benaderen? Waar knip ik wel, wat knip ik niet? En ja, als er dan inderdaad een fout gebeurt, dan... Ja, er is geen backup. Je moet het gelijk, het moet gelijk goed zijn. Dus, dan ga ik gelijk even kijken. Ja, hij neemt op. Oké. Okay. Dat doe ik even expres, jongens. Zo zit ik dus wel. En heel erg bedankt voor die complimenten, maar het is meer van... Hoe dat de video, of de video leuk is als het editen, want dat is gewoon bijzaak. En ja, ik weet het, ik moet dat helemaal in mijn huppie doen, maar... Daarom is het ook leuk om grapjes van te maken. Ik bedoel, dat houdt mij als dan op het moment dat ik klaar ben met het opnemen... en ik doe het op een andere dag editen, motiveert mij dat ook. Omdat dan praat mijn entertaining, Het is heel ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Dus, jongens, ik zie jullie bij de battle. Goed. B-gun klaar. Hand bij de B-knop. Voor de buffs. En gelijk wegrennen. Hi. Ja, het ging net niet goed. Oh. Doei. Buff. Ah, het is nu al een betere start. Oh. Het is nu een betere start. Je moet niet helemaal vanaf de grond weer opnieuw omhoog. Wauw, hij vliegt snel. Hij is echt snel. Ja. Auw, auw, ga weg. Oh, oh, oh. Weg. Snel. Hij is zo snel dat in principe je kan hem niet echt helemaal voorblijven. Tenzij je in een minecart zit, heb ik begrepen. Maar dat heb ik nooit uitgeprobeerd. Oké, okay, één van de handen is al neer. Oh, hij begint hier op die skulls te schieten. Zolang hij dit doet, is hij best wel makkelijk... Beter gezegd, als hij die draaiaanval doet, is zijn defense ook lager op dat moment.
Zolang je maar uit de buurt bent als hij dat doet. Like health potions. Oh, dit gaat nog goed. Dit gaat nog heel goed zelfs. Ik heb zijn patroon door. Oké, okay, die klapjes, dat maakt niet uit. Een paar klapjes kan ik hebben. Kom op. Nice, nice, nice. Omhoog. Ah, dit ga je redden. Dit ga je gewoon redden. Oké, okay, we hebben hem bijna onder de 1000. En je kan zelfs nog healen. Ja, ik weet het, maar dat is nou zinloos. Ja, klopt. Hij begint agressiever te worden met de skills, maar... Je hebt hem bijna. Yes! Yes. Nice! Nice! Minigun, inderdaad, de handen die zijn perfect voor de... Ga weg, ik heb een victory moment. Ga weg. Ga weg, ik heb een victory moment. Ga weg, ik heb een victory moment. Flareon, sick'em boy. Wauw. Nice. Oh, we gaan heel eventjes rustig thuis even kijken wat we ervoor kunnen krijgen. Oi, oi, oi. Goed, voor het verslaan van Skeletron krijg je... De Rapid Bone Glove. Dat is de expert mode dinges. Die schiet empowered bones. Oftewel, dan moet je bones voor hebben om die te kunnen gebruiken. Ze schieten best wel fijn. Maar het is niet een van mijn favoriete wapens. Want ik vind hem zelfs eigenlijk heel onhandig om te gebruiken. Ik zal hem zeker als we bones hebben laten zien hoe dat hij precies werkt. Maar het is niet echt een van mijn favoriete items. Sterker nog, voor de rest krijg je eigenlijk ook helemaal niks van, van onze Skeletron. Want nou, ja, dat kreeg je in normale modus ook al een paar hartjes. En heel soms tot hij zijn trofee of zijn masker dropt. Dat is het enigste. Dus... Nee, je kan nog een andere wapen van hem krijgen. Ja, je kunt een heel rare drop. Ja, je hebt twee nog rare drops. Namelijk zijn grapplinghoek, die heb je nog. Oh ja. En je hebt inderdaad een boek en dan kun je dus inderdaad die skulls die hij afvuurde, die kun je dan zelf ook afvuren. Het is wel een leuk magic item, maar het is een zeer zeldzame drop en ik heb hem niet echt vaak als handige use eigenlijk zelf persoonlijk gevonden. Dus ik ga er niet voor farmen, laat ik het zo zeggen. Sowieso zou ik er inderdaad niet voor farmen. Maar ik heb hem een paar keertjes gehad. En de Book of Skulls, het is een heel sterk wapen. Maar die skulls die... Die maken ook een kromming en ik heb nog niet heel erg goed het patroon door hoe ze... Volgens mij heeft het iets te maken met als je springt of zo of een richting die je kijkt. Ik weet niet helemaal, maar het is een heel lastige ding om goed te controleren. Waardoor ik het ook niet het meest handige wapen vind. Maar het is wel een redelijk wapen. Kortom, daarmee ga ik deze aflevering toch afsluiten. Dus... Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Echt heel deze aflevering serieus. Je bent jezelf de hele tijd aan het vergek zetten. Ik weet het. Laat een like natuurlijk daarvoor achter. Als je daar de tijd voor hebt. Wordt natuurlijk wel op prijs gesteld. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering. Waarin dat we dan eindelijk de dungeon en ja, de legendarische Nazar. Gaan proberen te vinden. Ik dank jullie voor het kijken. Wens jullie nog een hele fijne dag toe. En tot de volgende video. Doei! Enough. Ja, het ergste is, dit neem ik nog expres op mocht er nog iets gebeuren. Ja, je weet me nooit. In Terraria, inderdaad, je weet het nooit. Net zoals dit weer! Verdorie nog een toe! Volgende aflevering! Volgende aflevering! Screw it! Settings! Save! Enough! Bye!